geplaatst aan mijn Mo van ik ga een documentaire maken. Kreeg ik in mijn DM gigantische vragen van ga je ook vertellen van wie ben je nou zelf of wie is Frenks? Ja, eigenlijk niemand kent mij echt goed. Mensen zien mij vaak voorbij komen bij Mo op zijn Snapchat of Instagram of weet ik het. Nou, ik ben Frankie. Frankie heet ik. Dus ik heet eigenlijk ook geen Frankie. Iedereen denkt dat ik Frankie heet. Maar ik heet Frankie. Ik heb mijn bijnaam ooit gekregen toen ik 16 was of nog jonger zelfs. Toen zei iemand Franks. En dat is altijd gebleven. Ik weet niet hoe het komt. Maar wie ben ik eigenlijk? Ik ben jong. Ik ben 23 jaar. Ik woon in België. Maar ik ben Nederlands. Ik heb in België op school gezeten. Ik ben eigenlijk opgegroeid in België. Ik heb een lange jeugd gehad op school. Ik heb een jaar over moeten doen. Waar ik toen, vond ik het heel erg, maar achteraf alles gebeurt met de reden. Dus ik ben gekomen waar ik nu ben. En daar heb ik graag voor gewerkt. Daar zijn we dan, jongens. En normaal is het de man achter de schermen. Maar de man achter de schermen heeft besloten om een documentaire te maken. En hij zit er nu een kleine, hoe lang, een weekje zo? Een weekje, ja. Hij is nu een kleine weekje zit erin. En ik zeg jullie heel eerlijk, hij heeft het onderschat. En hij dacht van, nou, doe ik wel eventjes een documentaire. Maar de eerste weken zijn altijd het moeilijkste, begrijp je? De eerste paar dagen denk je van, ik ga het wel makkelijk redden. Ik ga het makkelijk halen. Maar er is een gameplan. En een gameplan, dat wil zeggen, we gaan alles even checken, hoe en wat. Hoe gaan we te werk? En mijn brother Jan Lomas, die mij heeft begeleid in mijn documentaire, die zei tegen Frenks dat hij op 2200 of hoeveel calorieën moet? 2200 calorieën. Hij moet hoe lang? De eerste week of de eerste 3-4 weken moet ik 2200 calorieën innemen. Kijk, voor mij is dat nieuw, begrijp je? En daarom zeg ik ook altijd en altijd, je bent nooit te oud om te leren. Jan zegt van, je moet de eerste 3 weken gaan we eventjes aankijken en gaan we jou op 2200 calorieën zetten. Dat is iets hoeveel ik eet wanneer ik aan het afvallen ben, snap je? Jan zei van, ja, ik wil eerst al het vet uit zijn lichaam trekken. En daarna wil ik hem aan droge spiermassa tast maken. Ik ben benieuwd en ik zeg, ja Jan, als jij het zegt, ja Jan zegt het is goed, dan is het goed. Dus we zijn benieuwd, we zijn eens bij KeepFit. En de afgelopen week heb ik al 2 keertjes eerder met Frenks getraind. We hebben geknald. En ik heb hem ook gezegd dat als hij het volhoudt, net als hoe hij nu op dit moment aan het trainen is, ja, dan gaat hij het zeer zeker halen. Zijn voeding is oké. Hij let op zijn voeding. Hij maakt zijn eigen voeding ook. Jan begeleidt hem ook. We hebben ook wat andere mensen achter de schermen die niet in beeld willen, maar die wel compleet met alles helpen. Die bedenken van hoe moeten we alles aanpakken, alles erop en eraan. En we gaan er wel iets moois van maken, man.
Je zit wel lekker rennen, bro. Jazeker. Gooi, man. En het belangrijkste is dat je jezelf fit voelt, begrijp je? En Frenks hoeft niet 15 kilo, 20 kilo aan te komen, want dat gaat niet, snap je? Je moet wel realistisch blijven. Dus ik vind dat als Frenks een kleine 5, 6 kilo aankomt in deze 3 maanden, dat hij het voor mij al wel goed heeft gedaan. Je moet de lat niet te hoog leggen en het gaat er uiteindelijk om hoe zie je eruit. Vandaag gaan we chest trainen en triceps trainen. En ik heb ook tegen Frenks gezegd dat hij gewoon met mij altijd mee moet trainen. En we gaan gewoon knallen. Want de lat die ligt echt hoog, hoog. Kijk, mijn gewichten wat ik til, dat is voor hem echt zwaar. En je moet altijd trainen met iemand die veel zwaarder tilt dan jezelf. En zo ga je groeien. Maar als je met iemand traint die, ja, jij bench bijvoorbeeld 100 kilo en iemand bench 80 kilo, dan ben je voor jou doen al zogenaamd goed. Maar als je bench met iemand die 160 kilo tilt, ja, dan ga je denken van, hé, we moeten wel omhoog met het gewicht. Dus vandaag gaan we gewoon samen knallen en we gaan jullie gewoon meenemen achter de schermen. Ik heb ook tegen Frenks gezegd, gewoon maximaal aan gewicht te slopen, bro. Gaan knallen. Pre-workoutje, heb je een extra schepje genomen of niet, man? Ja. Hè? Gaan knallen, jongens. Wat we nu aan het doen zijn, is gewoon een kleine warming up. We beginnen gewoon lekker lichtjes. Rustig. Even die chest goed warm maken. Schouders goed warm maken. We hebben Frenks net even een kleine warming upje laten doen. En als je wilt groeien qua kracht, dan zeg ik altijd een goede warming up. Heel belangrijk. En dan, net zoals nu, pak je 60 kilo. Gewoon een paar herhalingen. 80 kilo misschien. 2-3 herhalingen. 100 kilo, 1 herhaling. En dan ga je naar je max toe. Dus niet 60 kilo, 10 herhalingen. 70 kilo, 80 kilo, 90 kilo, 100 kilo. Zo verlies je te veel kracht, jongens. Up. Gewoon tranquilos, bos vooruit. Wat we nou aan het doen zijn, is gewoon even je kleine spiertje in de schouders even goed warm maken. Want we gaan knallen, jongens. 100 kilo gaan we nou pakken, gewoon easy. Borst eruit, schouder maar naar elkaar toe. En de focus ligt echt gewoon op mijn brada Frenks. Daar moet het over. Kijk, kleine 3 maanden. Dat is de eerste week. Kleine 3 maanden, moet ik een beest zijn. Haha. Rustig zakken. Ik ben met jou. Ik ben met jou, tranquille. Je gaat nou alleen zakken. Je gaat nou alleen zakken. En je blaast uit. Heel goed. Nu is het nog met hulp. Maar binnenkort gaan we 120 kilo zelf pakken, brada. Ja, jullie laten in calorieën. Maar inshallah, wanneer die calorieën weer omhoog gaan, dan gaan die energie ook weer omhoog. Als je laag in calorieën zit, dan is je kracht ook laag. Dus nu begeleid ik hem gewoon netjes erbij. Mijn doel is natuurlijk dat Frenk sterker wordt. Resultaat, jongens. Ik ben 1 week bezig en ben ik al klaar, of niet? Maar ik zeg eerlijk, als voeding goed is en zo, ga je snel resultaten, jongens. Doorknallen. Ik voel me eigenlijk al een stuk beter dan vorige week, of had ik het super zwaar. Blijf doorgaan. Maandag, jongens. Maandag. Begin van de week moeten we tegenaan. Zowel in de gym, zoals op de zaak, om te werken. Veel werk op maandag, altijd veel werk. Weekend is dan voorbij. Dus knallen, jongens. We zijn er, jongens. We kapot, gisteren laat gaan slapen. Maar goed. Ook al laat slapen, alsnog de dag daarna gewoon knallen en opstaan. Maar Brad heeft zijn pre-workout al klaar liggen. Heb je extra schepje gedaan, niet man? Ja, 2 schepjes. Huh? 2 schepjes, netjes man. Gaan we dan weer lekker knallen. Brad is er lekker in, hij is goed bezig, ik ben trots op hem.
Eerlijk gezegd had ik niet verwacht dat hij het zo zou doen. Hij doet het goed. Ik had wel verwacht dat hij het goed zou doen. Maar hij doet het wel heel goed op dit moment en ik ben trots op hem. En ik weet hoe moeilijk het is om achter die doelen telkens aan blijven te gaan. Telkens weer het maximale die ene dag proberen te halen. Toch weer aan je calorieën moeten houden. En je weet, normaal als je gewoon lekker uit eten kan gaan en je kan alles doen, je vindt het leuk, dan kun je gewoon alles doen. Maar goed, ik weet hoe serieus hij het op dit moment neemt en dat het voor hem geen grap is. Althans, hij weet ook dat we moeten knallen. Want met een beetje je best doen, kom je wel ver, maar dan kom je niet daar, snap je? Als je die finish wil behalen in een korte periode, dan moet je echt gas geven. Dan moet je de marathon eventjes op tempo gaan aanpakken. Dus vandaag gaan we knallen. Het maximale halen uit het maximale. Ben je er klaar voor? Ja? Let's go, man. Nou jongens, we zijn hier bij Keepfit. Mijn brother gaat weer even zijn vet meten. Ik zeg je eerlijk, hij zit niet echt hoog in zijn vet. Maar ik vind dat die spiermassa mag ook wel omhoog. Zijn gewicht mag naarmate het einde van het documentaire ook omhoog. Zoals jullie zien. Kom even wat bij hier. Okay. Dit is hoe mijn brother precies uitziet op 14 juni. Het is 14 juni. Check dit. Chest mag wel meer naar buiten. Die blokken mogen wel meer zichtbaar worden. Span ze even aan. Span je biceps even aan zo. Even zo. Span even check. Draai ze even om. Laat ze even zien de achterkant. Ja. Dus vandaag gaan we de focus ook leggen op schouders. Althans, mijn brother Jan gaat met Franks aan de slag, jongens. We gaan even de vet meten. Mijn brother. Dus mijn brother staat vandaag op 13,3% vet. Niet verkeerd, maar die massa mag wel omhoog, man. Ik ga gewoon niet praten. Het enige wat we doen is knallen, knallen, knallen. Dus laten we knallen. Training zit erop voor vandaag. Ik ben lekker naar de zaak. Even snel douchen en ik kan de werkweek beginnen, jongens. Het is maandag. Op maandag heb ik altijd extra druk. Maar dan het weekend eroverheen is gekomen. Maar ik vind het alleen maar leuk, want als ik het druk heb, gaat de tijd snel. En dat is natuurlijk het allerbelangrijkste, dat je met werk naar je zin hebt. Dan heb ik echt, bij mij lijkt een werkweek van 5 dagen. Ja, bij mij lijkt er gewoon 2-3 dagen, zo snel gaat het. Wij zijn echt al geklommen, maar we kunnen nog veel verder. En daar vertrouw ik in, daar geloof ik in. En daar wil ik samen met Team MB Nutrition gewoon alles aan doen om dat te bereiken, jongens. En als je zo in je werk staat, dat is alleen maar goed. Je moet altijd iets doen om iets te bereiken, snap je? Het is niet dat zomaar uit de lucht komt vallen. Want dan, dan zal het makkelijk zijn. Als je 's middags om 1 uur opstaat, dan heb ik al een halve dag gewerkt. En in de ochtend ben ik het fitste. Dan heb ik het meeste zin. Op tijd slapen, op tijd opstaan. Als je laat gaat slapen, probeer op tijd op te staan. 'S Avonds een man, 's ochtends een man, zeggen ze toch? Dus dat is echt waar. Als ik eerst mijn vet wil verliezen, moet ik eerst weinig calorieën iedere dag innemen. En tot ik een goede vetpercentage heb, en dan ga ik pas omhoog. Met de goede voeding natuurlijk. Omdat ik dan in een droge spiermassa aankom. Dus ik ben benieuwd. Nou hè? Moet. En ik heb zojuist de tweede sessie gezet, cardio, samen met Willy. Ik was eigenlijk aan het werk, maar ik heb snel een uurtje pauze genomen. Achteraf ben ik weer blij om, jongens. Een voldaan gevoel. En weer een stapje dichter bij het eindresultaat, jongens. Het is nu de 4e week en ik merk nog steeds dat ik in gewicht weinig omhoog ga. Maar dat komt omdat ik weinig calorieën inneem per dag.
Dus ik voel me eigenlijk niet sterker worden dat ik laag in calorieën zit. Maar nu mag ik weer iets omhoog met calorieën, dus ik hoop dat ik nou in gewicht ook iets omhoog ga. Ik heb een pre-workoutje. Om het maximale weer uit deze training te halen. Dit neem ik altijd in voor extra energie en uitdagingsvermogen. En we moeten echt gaan knallen. Want Franks is nu een kleine 4 weken bezig. En hem werd geadviseerd om de eerste weken op 2200 calorieën of 2000 calorieën te eten. En dat is iets wat ik raar vond, begrijp je? Maar goed, Jan heeft er alle verstand van. En hij wil hem eerst leeg trekken. Dus al het vet weghalen. En dan op een gegeven moment een droge spiermassa laten aankomen. Ik heb er alle vertrouwen in. Maar ik kijk nu naar Franks en het is niet dat ik denk van wauw, wat een verschil heeft hij gemaakt in deze eerste 4 weken. En ik weet dat de eerste 4, 5, 6 weken het moeilijkste zijn. Hij doet het goed met voeding. Hij eet zijn bakjes op tijd, hij doet het goed. Ik ben trots op hem, maar zie ik verschil. Ja, hij is wat droog geworden. Maar het is niet dat ik zeg van wauw, dat als hij over kleine 2 maanden zo eruit zou zien, zou ik denken van ik zou er niet gemotiveerd van raken als ik wil aankomen. Kijk, Franks is onregelmatig eten, dus we hebben een structuur erin gegooid. Een doel, 6 maaltijden per dag van zoveel kilocalorieën. En dan kwamen we uit op de 2200 kilocalorieën, omdat ik het makkelijk vind om iemand eerst droog te trekken en daarna de massa op te bouwen. Omdat het vaak moeilijk is om iemand aan te laten komen, komt er meer vetmassa bij, dat is logisch. Je groeit alleen een calorieoverschot, dus ik doe het de andere manier. Dat is mijn tactiek en ik vind dat fijn om te werken. Dus we hebben gegooid op 2200 kilocalorieën. Waarom? Het kan ook 2250 zijn, maar ik kijk gewoon wat er gebeurt met Franks. En hij is al wat droog geworden, maar het lijkt me nu verstandig om hem naar de 2700 kilocalorieën te gooien en dan gaan we langzaam opbouwen. Dus we gaan zien wat dat effect heeft. En als dat geen effect heeft, dan gaan we hoger of gaan we weer zakken. Dus het is gewoon even kijken, spiegelen en daarmee maak je de beste resultaat. Een warming up hier. En dan pak ik gelijk de lat pull down. Maar ik dacht van, Franks, vandaag beginnen we anders. Vandaag beginnen we gewoon op eigen lichaamsgewicht. En dat is best moeilijk, vooral als je niet gewend bent. Maar leer jezelf daar aan. Wat ik wil zien is dat hij wel groot is, maar dan ook wel droog. Dus niet groot en een hoog vet. Ja, met definitie. Niet met een hoog vetpercentage. Ja. Dat vind ik niet mooi. Dus dat gaan we gewoon sowieso. Dat gaat ons sowieso lukken. Maar we gaan gewoon voor een mooi doel, een mooie shape. En we gaan Franks laten knallen. Dus dat komt zeker goed. En ik heb er al vertrouwen in dat hij het. Hij is gewoon heel erg mee bezig. Bel mij elke dag sowieso. Ja. Dus en dat is een goed teken. Snap je, als je niks hoort, dan word ik altijd een beetje wantrouwen. Denk, wat is hij aan het uitspook? Dus. Ja, hij doet het heel goed. Ik ben echt gemotiveerd en ik wil echt het maximaal uit mezelf houden. Voor mezelf en voor jullie natuurlijk. Om jullie te laten zien van dit is mogelijk als je er echt voor gaat. En zoals ik al vaak heb gezegd in video's. Dat is met alles, niet alleen met sport, maar ook met huiswerk of met school of met werk. Dus je moet overal gewoon je uiterste best voor doen om iets te bereiken, snap je. Dus dan probeer ik nou naast het vele werk wat ik doe, probeer ik dit erbij te doen. En het is natuurlijk wel heel wat. Omdat ik nou echt veel meer tijd hierin ook steek. Terwijl ik ook veel tijd nodig heb voor mijn werk. Dus het is wel, het is een beetje veel, maar we doen het en we gaan ervoor en het moet sowieso lukken. Wil je de kijkers niet even je shape laten zien van vandaag? De shape van vandaag? Dat kan. Oh. Oh. Hier, kijk. Hier is het al ingenomen. Ja, als fout aan te trekken, wat? Oh. Zo. Zo. Ja. Waar zijn haar schoenen? Ja? Oh, wat kan.
dicht gaan. Sluit hem over weg. Hoe heb je Mo leren kennen? Hoe ik Mo heb leren kennen, ik ging, Mo had net Snapchat. Ik had een bericht gestuurd van, yo, ik ken Kim jou trainen. En hij zei, ja, is goed. En toen had ik Kim hem getraind. Had ik nog Kim hem getraind, nog een keer. Toen ging Kim met hem eten. Ja, en toen ik ging steeds vaker met hem om. Dus zo is het eigenlijk gekomen. Ik ben gewoon, omdat ik Mo steeds vaker zag, zijn we vrienden geworden. En zo ongeveer 4 of 5 jaar geleden, denk ik. Of zoiets, denk ik. 5 jaar geleden, dat ik hem heb ontmoet. De punten die Mo mij heeft aangeleerd. Oh, er zijn er zoveel. Mo heeft natuurlijk veel meer levenservaring dan ik. Ik ben 23 en toen ik Mo leerde kennen was ik misschien 17, 18. 17 volgens mij. En ja, hij kon me natuurlijk alles vertellen over vrienden, over vertrouwen, over familie, over alles. En ondernemen. Ja, dankzij Mo heb ik gewoon veel geleerd. En ben ik zelf ook mijn eigen gaan verdiepen in dingen die ik leuk vond. Ik vind ondernemen ook leuk, net als Mo. Alleen Mo pakt iets anders aan dan ik. Ik ben de stil variant. Ik kan op de computer en zo alles zakelijk gezien wel goed regelen. En Mo is gewoon met de video's en ondernemen. Ja, zo is onze vriendschap eigenlijk ontstaan. Het was nog niet echt werk, het was meer vriendschap en elkaar een beetje helpen. Nooit echt dik of zo, maar het is ook niet uit blok gehad. Maar het begint nu wel een beetje te komen, terwijl ik die nooit heb gehad. Wat ik hiervoor heb gedaan, voor Emmy Nutrition en voor de ondernemingen van Mo, heb ik, ik heb zoveel gedaan. Ik heb bij Bobby Aland gewerkt, attractiepark in België is dat. Ik heb pizza's bezorgd, ik heb afgewassen bij ik weet niet hoeveel eettenten. Ik heb eigenlijk van alles gedaan. Ik heb altijd wel iets gedaan omdat ik nooit echt geld van mijn ouders kregen of aannam, zeg maar. Ik had echt wel de mentaliteit dat ik dacht van, ik moet zelf voor mijn geld werken. Dus dat heb ik ook altijd wel gedaan. Dus elke euro die ik verdiende of die ik uitgaf, had ik wel zelf voor gewerkt. De eerste maand van de documentaire zit erop. Ik zeg je eerlijk, het was voor mij echt best wel zwaar. Ik ben gewend om alles te eten wat ik wil, om te snoepen of wat dan ook. Ik maak lange dagen dat ik thuis kom denken van, ik heb al zin in een snoepje of zin in een pizza of wat dan ook. En voor mij was het zwaarste om die stap om te switchen. Dus ik heb daar in kleine stapjes gedaan. Ik heb bijvoorbeeld van, zeg maar wat, 5 snoepjes, 3 snoepjes, 2 snoepjes, 1 snoepjes. En nu uiteindelijk eet ik geen snoep meer en geen chips. En voor mij was dat wel het moeilijkste. Af en toe heb ik nog wel een dag dat ik denk van, oh, ik heb wel zin in pizza of wat dan ook. En dan bestel ik hem ook. Want ik wil mezelf niet ziek maken of gaan ergen van, oh, ik mag niks of wat dan ook. Ik pas dan mijn calorieën aan en... Mijn eerste maand zit erop, het is op zich goed gegaan, mijn trainingen zijn goed. Ik heb elke dag bijna getraind, ik heb af en toe rust gepakt en het gaat super goed. Ik had zelf niet gedacht dat het zo goed ging, ik dacht dat ik het wel moeilijker zou hebben, terwijl ik het soms wel moeilijk had, ik zeg je eerlijk. Het verschil wat ik nu heb en een maand geleden is dat ik toch minder vet heb. Ik zie het aan foto's, want ja, ik zie mezelf elke dag, dus dan zie je het verschil niet goed. Maar als je dan ziet de eerste foto en de foto van nu, denk van oh. Is toch wel, ik heb toch wel verschil geboekt. En dat is het grootste verschil dat ik denk zie aan mezelf. En ik zie gewoon dat ik meer kracht heb. Ik heb meer energie. En dat komt gewoon dat ik gezond eet. En dat ik meer slaap, denk ik. Dat daarom is. Wat ik verwacht van de tweede maand is dat ik meer kracht ga hebben. Meer gewicht kan tillen. En dat ik in calorieën omhoog ga. Ik mag waarschijnlijk van 2700 mag ik meer calorieën gaan eten. En ik weet niet hoeveel. Maar doordat je meer calorieën eet, heb je meer energie en meer kracht natuurlijk. Dus ik verwacht in de tweede maand dat ik wel ga groeien in massa. Dat ik meer ga eten en dat ik meer kracht ga hebben. Dat hoop ik toch. Maar ik hoop ook dat ik nog wel in een droge shape blijf. Even douchen jongens. En dan werk aan de winkel. Thank you.
gaan nu vertrekken naar Utrecht. We hebben de volgende afspraak voor het kookboek van Mo. Dus we hebben nog maar een uurtje, dus we moeten snel doen. Het is 11:30. Maar ja, ik moet toch eten hebben vanmorgen, anders ga ik iets anders eten. Dat is niet de bedoeling. Dus we moeten even doorwikkelen. En wat ik vandaag ga maken is kipfilet en broccoli, boontjes en een klein beetje rijst. Ik ben zelf niet een geniaal kok, maar we gaan het toch proberen. En ik zal het toch zelf ook moeten eten, dus ik ga even aan de slag. Ik heb even kipfilet een beetje gekruid. Ik heb hier de broccoli en de rijst. Ik heb het water aan het laten koken, jongens, en dan kan de broccoli en de bonen erin. Voor de smaak heb ik een klein beetje sajour bunch. Lekkere smaak. Ik heb een beetje gekruid, jongens, en de rijst. Ik maak voor 2 dagen. Anders moet ik elke dag dit doen en dat is een beetje te veel werk. Omdat ik het al druk heb met werken zelf. Maar 2 dagen is prima. Ik ga vandaag niet squatten, want ik heb een beetje last aan mijn rug sinds 2 dagen. Ik weet niet hoe het komt. Misschien een verkeerd geleden of iets. Maar we gaan vandaag de benen aanpakken. Het is nu de 5e week. En ik zelf vind het wel goed gaan. Ik ben natuurlijk eerst met weinig calorieën begonnen. De eerste weken. Ik ben nu een klein beetje aan het opbouwen. Maar ik zit nog steeds onder mijn caloriebehoefte eigenlijk. Waardoor ik zeg maar niks verlies van vet of niet aankom. Maar ik ben nu nog steeds aan het afvallen. Ik ben onderweg naar 7,5%. En vanuit 7,5% wil ik gaan aankomen in spiermassa. Dus nog 1%, want ik sta nu op 8,6%. Als ik 7,5% sta, ga ik aankomen. Dan ga ik boven mijn caloriebehoefte eten. Dus dan ga ik boven die 3300 eten. En dan zegt Jan dat je in één keer een boost krijgt. Dus ik ben benieuwd. Misschien ook wel grappig om te zeggen. Vroeger op school deed ik altijd sportopleiding en ik had altijd een leerkracht, die was altijd heel streng. En ik had altijd last aan mijn been. Ik weet niet waarom, maar ik had last aan mijn been. En ik zei tegen mevrouw, ik heb echt last. Ze zegt, je moet meedoen, tenzij je een doktersbriefje had, maar die had ik niet. Toen ik op internaat zat, had ik nooit tijd om naar de dokter te gaan. En op een keer moest ik maar 5 kilometer gaan lopen, maar ja, ik moest meedoen. En toen tijdens die sprint had ik een stukje hier in mijn spier had ik gescheurd. Ik zie hier een deukje in. Dat is eigenlijk een spierscheur en dat is een spierweefsel litteken nou geworden. Dus dat is een litteken geworden waardoor die eigenlijk niet meer groeit. Dus als mijn benen groeien, dit stukje zal nooit meer groeien. Training zit erop, jongens. Nu is het natuurlijk belangrijk je voeding naar binnen te werken, jongens. Ik zelf maak het iedere dag en wat ik heel lekker vind, de saus van mijn nutrition, jongens. Weinig calorieën, weinig vet, weinig suiker. En ik zeg eerlijk, die smaak is gewoon top. Als je dit toevoegt aan je eten, het is niet dat je heel veel vet binnenkrijgt of wat dan ook, wat je normaal bij gewone saus wel binnenkrijgt. Dus ik vind het echt een super uitvinding, jongens. Ik zelf gebruik het best wel. Ik ga dit bakje opeten, het is 400 calorieën. Die is eigenlijk 3 keer per dag. Dus dat is 3 keer 400, 1200. Dan heb ik een ontbijtje, shake. Van ook 400 calorieën, die zien jullie vast wel op mijn snap voorbij komen. Die roze shake, zie je ook in mijn documentaire. En als ik op 1600, heb ik s'avonds nog yoghurt. En nog een paar cashewnoten. En natuurlijk mijn vitamine en supplementen niet vergeten. We zijn even bij de bioscoop, jongens. Af en toe lekker ontspannen, maar het is natuurlijk niet goed, hè?
Maar ik heb er wel zin in. Het is zondag, dus misschien kan ik wel een dagje cheaten. Even kijken wat ik ga nemen, jongens. En het zijn de M&M's geworden. Ik mag gewoon een keertje, toch? Af en toe genieten. En nog een pot met snoepjes. En een flesje water. Maar ik ga niet alles opeten. En het is weer maandag, jongens. Gisteren zondag. Gisteren heb ik niet echt goed op mijn voeding gelet. Totaal niet zelfs. Ik was naar de bioscoop gegaan en ja, ik weet niet, gisteren had ik echt een dag dat ik dacht van ik moet suiker hebben of iets. Ik weet echt niet. Ik was de hele dag aan het snoepen. Snoepen, chocola gegeten, McDonald's op. Oh jongens toch. Dus 8,1. Netjes, hè? Ik kwam van tussen de 13,7 en 14,1 en we staan nu op 8,1. Dus dat is toch wel een behoorlijk verschil. Dus vanaf nu mag ik in de plus eten. Van nu mag je in de plus eten, ja. Eerste keer dat ik boven mijn calorieverbranding mag gaan eten. Dus ik ben benieuwd. Bisse papa. Eiwitten. Als jij deze shirtjes hebt, dan ben je echt van Webek. Kapot, maar ik ben best wel zwaar getraind. Maar vanaf vandaag mag ik meer gaan eten, dus vanaf morgen ga ik me eigenlijk wel beter voelen, denk ik. Ik heb heel veel, in die jaren dat ik met Mo omga, heb ik heel veel geleerd. Ik ben zelf 23 jaar en Mo is natuurlijk iets ouder. Mo is 7 jaar ouder dan ik. Maar nadat ik zoveel met Mo ben omgegaan, en heb ik echt heel veel geleerd van hem. Daar ben ik hem heel dankbaar voor, want dat heeft mij tot nu toe ook gemaakt tot de persoon die ik nu ben. En daardoor heb ik nou ook die doel gezet, dat ik denk van ik moet er echt voor gaan. Want ik zie dat Mo, voor alles wat hij wil, gaat hij echt voor. En ja, als Mo het kan, moet ik dat ook kunnen, want wij zijn één team. Dus we moeten beide kunnen laten zien dat iets mogelijk is. En als het voor ons mogelijk is, is het voor jullie zeker mogelijk. Want het is niet dat wij iets anders zijn dan jullie, snap je? Iedereen kan doelen zetten, iedereen kan ergens voor gaan. En je moet het zelf doen. Als je denkt van ik ga vandaag even rusten, of je denkt van ik wil iets bereiken en ik ga vandaag opstaan om het wel te doen, dan heb je al een heel groot verschil gemaakt voor jezelf. En nou, dat is natuurlijk de kunst. Je gaat vaak vallen, maar je moet uit je fouten moet je leren. Ik heb ook fouten gemaakt, maar uiteindelijk nu. Nu dat ik weet wat ik fout heb gedaan, ga ik die nu niet meer maken, die fout. En dan word je beter in iets. Bezig en
heb mijn doel gesteld tot 1 september om het maximaal uit mezelf te halen. Ik zeg je eerlijk, het is niet makkelijk om een doel te stellen en dan te behalen. Je moet er echt hard voor werken. Niets komt voor niets. Nu ik verandering in mezelf zie, heb ik alleen nog maar meer motivatie om nog harder door te gaan. En dat ga je met alles hebben waar je doel in staat. Als je verandering ziet, trainen of wat dan ook, ga je veel meer motivatie krijgen. Buiten het trainen en zo heb ik natuurlijk ook nog een fulltime job waar ik ook nog heel veel energie en tijd in steek. Dus de combinatie van alles is best zwaar, maar waar wil is de weg. En niet waar wil is, was ik weg. Zoals Mo altijd zegt. En het is echt zo. Fijne jongens, we gaan weer met mijn brother Frans trainen. De laatste dagen was hij een beetje druk bezig met ondernemen. Maar het mooiste van Frans is altijd, ook al is hij druk bezig of wat dan ook, hij is altijd bezig met zijn voeding. En hij is veel afgevallen op het begin. Alle vetmassa heeft hij weggewerkt. En hij mag nou iets van 3700 calorieën eten. En nu gaan die spieren echt gewoon knallen. Today is Monday. Monday will tell you it's chest day. Vandaag ga ik voor de 160 kilo bankdrukken. En ik heb ook tegen mijn brother Frans gezegd van, vandaag gaan we niet te veel herhalingen pakken. We gaan gewoon eventjes beast mode. Gewoon goede warming up spieren, goed warm maken. En dan vallen we knallen in. Dus. Ik ben blij dat ik lekker heb getraind. Ik heb die chest en die triceps aangepakt. De laatste week dat ik hier in Nederland train. Ik ga vanaf zaterdag naar Ibiza. Een weekje ontspannen. Natuurlijk trainen. Maar even mijn rust. 2 jaar niet op vakantie geweest. Dus ik ga nu even lekker ontspannen. Dag, nieuwe training jongens. We gaan die rug trainen. Training zit erop. Ik ga naar de zaak toe. Even douchen, omkleden. Trabajo. Ik heb nog een drukke week. Ik heb nog veel te regelen. Ik ga zelf vrijdagavond op vakantie. Ik ga naar Ibiza. En vanuit Ibiza ga ik nog een paar dagen naar Marbella toe. Even ontspannen jongens. Lang niet op vakantie geweest, maar hoort erbij. Wel midden in docu. Maar ik zorg natuurlijk dat ik daar gewoon goed kan trainen en zo. Dus, ja. Dus ja, we zijn onderweg naar de zaak. Er moet gewerkt worden ook jongens. Trainen, werken, ontspannen en rusten. Zulke dagen zijn er ook. Vandaag heb ik niet getraind, het is zondag. Nou, ik heb slecht geslapen, voelde mij heel slecht. Vandaag nog. Ik voel mij niet echt dat ik heel veel energie heb of iets.
Maar goed, dat hoort erbij natuurlijk. Het is niet dat je iedere dag jezelf kan bewijzen, snap je? Een zware dag vandaag. Ik ben naar beneden gelopen naar zo'n strand. Er was geen plek. Ik was gisteren in slaap gevallen op een bedje bij het strand. En ik ben helemaal verbrand, jongens. Dat is niet normaal. Maar goed, we moeten nou deze berg op. Hij is heel steil. Kijk, die auto komt niet eens omhoog, zie je dat? Te steil. Zo, mooi hotel. Dit is de lobby. Hier ga je naar buiten toe. We hebben net getraind, jongens. Ik heb eventjes mezelf opgepompt. Ik heb even een beetje van alles gedaan. Full body beetje, bovenkant, upper body. Zo. Het is een beetje vochtig buiten, hè? Maar dat maakt niet uit. Ik had een beetje last en als ik op een bankje ging zitten en kracht ging zetten, ging een beetje schuren op mijn rug, mijn handdoek. Maar ik toch een beetje verbrand ben en dat is niet het beste. Dus ik heb meer andere oefeningen gedaan, kabels en zo. Maar de pomp zit er nog wel lekker in. En nu ga ik even omkleden. Het is 7 uur. Even omkleden, lekker douchen. En dan ga ik lekker uit eten. We zijn in Ibiza. Ik heb mijn brother Franks hier even ontmoet. Zelfs in Ibiza. Dit is allemaal groot. Trainer. Check die Anu, check alleen die Anu even. Wacht. Boom! Hij weet hoog, hè? Nou jongens, een hele goede morgen. Mijn brother Franks is gisteren aangekomen, hij was kapot. En vandaag was hij een beetje aan het uitslapen. Hij zegt, ik ga heel eventjes een beetje slapen. Maar ik heb hem makker gemaakt en ik zei van, hey brother, we gaan niet slapen, want je hebt nog maar eventjes. En je moet een kast zijn aan het einde van je documentaire. Dus ik zei hem gelijk van, kom laten we knallen. Dus we gaan even een ontbijtje naar binnen werken. Pre-workoutje naar binnen werken. En dan ga ik hem eventjes die gym laten zien hier in Marbella. Want ik ben hier al een paar dagen nu. Het is hier super lekker weer. Het is heerlijk. Lekker ontspannen. We zijn heel het jaar door aan het knallen. Vandaag is het ook weer tijd gewoon om lekker maximaal te gaan in de gym, jongens. Het moet zo zijn als hij zometeen klaar is dat jullie zeggen van hey, bedje af, maatje. Harry is ook lekker aan het trainen. Maar bij het trainen lekker door, man. Nog 3. Nog 2. Vergeet het, 104. 106. Het werk hier gaat gewoon verder, dus als ik terugkom heb ik gewoon in te halen. En vind ik wel leuk. Ik heb nou zo'n pak om mijn bureau liggen, papierwerk en alles. Ik heb echt naar mijn zin gehad. Ik ben 1,5 week weg geweest, ik ben een week in Ibiza geweest en nog een paar dagen naar Marbella. Met voeding was het een beetje moeilijker. Ik had gedacht dat het wel makkelijker ging zijn. Als je gaat uit eten, kan je niet precies zien hoeveel calorieën je inneemt natuurlijk. En als je dat zelf thuis maakt, dan weet je het wel. Dus ik heb niet echt een idee gehad van vandaag heb ik genoeg calorieën naar binnen gedaan of niet. Ik was altijd een beetje goed twijfelen, maar ik heb wel gewoon
ik dacht van ik heb te weinig op, heb ik nog wel wat bijgegeten. Ik zet dat natuurlijk op 3500 calorieën. Maar ik zie wel dat ik niet echt aan mijn lichaam zie dat ik echt nog wel aanmerk kom in massa, zeg maar. Dus ik denk dat ik misschien iets te weinig heb gegeten. Links ben ik begonnen en rechts rapi pizza. Dus hier was ik wel gewoon een beetje voller en gewoon een beetje plank. En nu is het allemaal iets droger. Iets droger en iets meer massa. Dus het is nu 12 uur en ik ga trainen. Ik ben al vroeg aan de zaak gaan vandaag. Dat ik extra vroeg wou beginnen om mijn werk af te krijgen vandaag. Dus ik heb mezelf even een paar uur al opgesloten in mijn kantoor. En zo nu ga ik even een uurtje trainen en dan ga ik weer verder. Ja jongens, ik had op mijn vakantie had ik een klein ongelukje met de jetski. Ben ik op de zijkant van de jetski gevallen, want ik hield mijn eigen erop. En daardoor is denk ik iets met mijn rug verschoven, een wervel of wat dan ook. Ik ga morgen of overmorgen langs de fysio. Gaan ze even kijken hoe en wat. Maar dat zijn dingen die gebeuren wat niet voorbereid is, snap je? Dus je kan alles voorbereiden, maar je weet nooit wat er gebeurt. Je kan nooit vlekkeloos iets doen, snap je? Dat is vallen en opstaan noemt dat. We zijn net bij de fysio geweest en hij heeft mijn rug ook even gekraakt. Hij zegt, kans dat je nou nog 2 dagen wel een beetje last hebt, maar je moet ook nog een paar oefeningen doen. Dus zo'n rolding achteruit rollen in de gym. Dus we gaan het proberen en we hopen dat het zo snel mogelijk weg is. Als het niet weg is, moet ik nog een keer langskomen. De zon schijnt nog een keer in Nederland, jongen. Mensen zich ook afvragen is van wie is Frenks eigenlijk? Frenks. Dat ik goed ben met ondernemen qua achter de schermen, hoe Moma altijd noemt, de man achter de schermen, is Mo goed met video's maken voor marketing. Dus eigenlijk Mo maakt video's en ik reed alles achter de schermen. Dus we waren eigenlijk een goed team. Een never change winning team. Dus we zijn nog steeds aan het knallen samen. We hadden een doel om groot te worden en gewoon uit onszelf te halen. En we zijn er nog lang niet, maar we zijn wel op weg. En mensen die daar ons van vroeger volgen, die zien dat ook en denken van hoi, we hebben gelijk. En mensen die ons vanaf nu volgen, die hebben misschien een heel ander beeld dan die mensen die ons vanaf day one volgen, snap je? Die mensen die ons nu beginnen te volgen, denken van oh kijk, Lamborghini, dit, dat, bla bla. Maar ze weten niet hoe hard we er echt voor werken. Ze zien niet dat ik iedere ochtend vroeg opsta en heel laat naar huis ga. Ik kom niet uit de lucht vallen. Het lijkt misschien zo, maar het is totaal niet. Want we zijn er al 3,5 jaar ondertussen. Zijn we daar echt iedere dag mee bezig. In het begin echt iedere dag zijn we daarmee bezig. En we hebben nu iets van 20 man personeel die ook iedere dag aan het werken is. Dus je moet denken hoeveel werk erin zit, snap je? Het is niet dat wij gewoon liggen te fluiten en dat alles vanzelf komt. Nee, dat is totaal niet. Er zit zoveel tijd in. En ja. Het is weer maandag, jongens. Maandag train ik chest altijd met triceps. En dat is de laatste keer dat ik mijn chest en triceps train voor de fotoshoot. Want na vandaag mag ik 2 dagen niet trainen. Want dat geeft het beste resultaat met mijn fotoshoot. Ik heb ook een week lang dat ik hetzelfde moet eten: hetzelfde mineraal, zout en water en al die dingen. Zelf begrijp ik niet heel goed waarom. En dan gaat Genna zo meteen van KeepFit ook jullie eventjes uitleggen. Ja, tijdens de piekweek. Kijk, om minimaal onderhoudsvocht vast te houden is het belangrijk dat de mineraleninname dat die constant is. Dat de koolhydratenschommelingen per dag niet te groot zijn en ook vezelinname niet. Dus we houden voor heel de week zoutinname constant. Waterinname houden we redelijk hoog, houden we ook constant. Opbouwend zou ook kunnen. Te zorgen dat het lichaam zo min mogelijk hormonen aanmaakt om vocht vast te houden. En op de piekdag zelf gaan we een extra zoutdrankje. Ja, een kleine junkmaaltijd met een zout, om een zoutpiekje te creëren. Om te zorgen dat de laatste restanten onderhoudsvocht dat die in de spier trekken tijdens het oppompen.
om te zorgen dat Franks zijn allerdroogste en zijn volste oogt. Ja toch? Ja, ik ben benieuwd. Natuurlijk wil ik Genna en Jan sowieso bedanken voor mij, voor alle steun die ze mij hebben gegeven tijdens mijn documentaire. Als je wilt trainen en je komt in de buurt van Breda, moet je sowieso bij Keepfit zijn. Want oldschool, goede apparaten voor een goede pump. En ik vind die super fijn om te trainen. En je kan hier ook personal training krijgen van Jan en van Genna. En, en ook voedingtips en alles op en eraan. Dus het complete plaatje is bij Keepfit Breda, jongens. Rannen, toch? Ja. Training zit erop, jongens. Mijn laatste training zit erop. Ik heb expres niet te veel laten zien. Ik heb maar één shot van deze training gedaan. En ik wil dat jullie het eindresultaat op de shoot gaan zien. En ik neem ook de cameramensen mee naar de shoot, dus het wordt daar ook gefilmd. Ik heb na 2 dagen rust. Even goed uitrusten. Lekker werken op de zaak. Tijd slapen. Tijd opstaan. En dan hoop op het beste eindresultaat. En we zijn aangekomen bij Mediabase, jongens, want we hebben nog een paar interviews geschieten. En Mediabase heeft heel mijn documentaire in elkaar gezet. Dus vind je het een dikke documentaire, ga mijn brada's checken van Mediabase. Want hun leveren kwaliteit, papa. Het is nu 3 maanden geleden dat ik heb besloten om een documentaire te maken. Ik zei tegen Mo, zullen we een documentaire maken over mij? Want jij altijd voor afval doet, dan zou ik een keer proberen een documentaire te maken om spiermassa aan te komen. En de 3 maanden zitten erop. Hoe ik de maanden heb beleefd is, in het begin was, moet ik zeg maar vetmassa verliezen. En dat was voor mij best wel moeilijk, omdat ik wel gewend ben om alles te eten en te snoepen en alles. Maar dat was best wel zwaar, en zeker als je het niet gewend bent. Dus ik ben er echt langzaam ingelopen. Dus zeg maar de eerste 2 weken is dat ik niet perfect heb gedaan, maar wel erin heb gelopen, zeg maar. Bijvoorbeeld de eerste dag heb ik bijvoorbeeld wel 1 goede maaltijd gedaan, 2 dag 2, 3, 4, en zo ben ik geleidelijk aan ingelopen. En toen ging het wel goed. Ik heb af en toe een dag gehad dat ik denk, oh, ik heb wel echt zin om te snoepen. Dat heb ik dan ook beperkt. Bijvoorbeeld als ik normaal 5 snoepjes neem, heb ik er 3 genomen, en zo ben ik ook afgegaan in aantal. Ik ben trouwens gestart op hoeveel kilo? 95 kilo, als het goed is. En ik ben geëindigd op 98,5, dus ik ben eigenlijk maar 3,5 kilo aangekomen, maar wel in spiermassa. Dus ik ben eigenlijk, eerst was ik afgevallen, ben ik 1,5 kilo ben ik afgevallen, en dan ben ik aangekomen. Dus het lijkt een klein verschil, maar het is eigenlijk een groot verschil. En toen ik mocht meer gaan eten, en dat deed mij gelijk goed. Ik had nog altijd wel gezonde maaltijden. En toen ben ik ook op vakantie geweest. Dat was voor mij wel moeilijk, want als je ergens op vakantie gaat, je kan niet tegen de chef zeggen van hoeveel calorieën liggen op dit bord. Dat gaat niet, dat moet je zelf inschatten. En dan is het toch moeilijk in te schatten van hoe kom ik vandaag op 3500 calorieën. Ik ben 7 dagen in Ibiza geweest en nog 3 dagen in Marbella. En ik kwam eigenlijk nog wel met een betere shape terug naar huis, omdat ik daar gewoon goed heb getraind. In Marbella had ik ook echt een zieke sportschool, wat je bij Mo ook wel kan zien op zijn video's. Dan heb je gewoon nog meer motivatie, nog meer zin om te trainen. Toen ik terug ben gekomen van vakantie, toen heb ik gelijk gezorgd dat ik alles weer correct deed. En dat heb ik volgehouden tot mijn piekweek. Toen kreeg ik een piekweek met een speciaal voedingsschema die Genna en Jan hadden opgemaakt voor mij. Dan moest ik evenveel zout en evenveel water en mineralen en vezels innemen. Ik heb er echt hard voor gewerkt. Ik vind wel dat ik trots op mezelf mag zijn, want voor mij is het ook nieuw. Ik heb het nog nooit gedaan. En ik ben wel trots op mezelf, want ik heb toch wel een doel behaald wat ik wou halen, en heb ik ook mijn doorzettingsvermogen voor gehad. En dat is heel belangrijk.
zijn we dan, jongens, aan het einde van de documentaire gekomen van Brada Franks. Ik wist nog, begin mei, eind mei, kwam Brada ineens met, hey, hoe zou het zijn dat ik ook een documentaire maak? Ik zeg, maak dan. Hij zegt, ja, maar. Ik zeg, maak, is leuk. Weet je toch, het is een uitdaging voor jezelf, want Franks was heel vaak aan het strokkelen met zijn gewicht. Dan komt hij een beetje aan, dan viel hij weer af. Dus ik zeg, je moet eigenlijk wel een stok achter de deur hebben. Dus naarmate de tijd kwamen we richting 1 juni. En dan zei hij van, weet je wat, ik ga 1 juni ga ik beginnen. Ik zeg, goed, doe even een post op Instagram en kijk even wat jouw volgers ervan vinden. En ineens kreeg hij zoveel berichten binnen van, ja, Mobicep doet altijd over afvallen. Die een keer laten zien hoe je moet aankomen. Want er zijn natuurlijk veel van onze volgers die ook moeite hebben met aankomen. Bij mij is het altijd, ja, ik kom heel makkelijk aan, maar ik val heel moeilijk af. En bij Franks is het weer heel anders. Hij komt heel moeilijk aan, maar valt heel snel af. Dus ook na zijn documentaire heb ik hem gezegd van, je moet gewoon blijven doorgaan. Je moet proberen vast te houden. En dit is mijn brother Jannik. Heel veel mensen hebben hem al voorbij zien komen bij mij af en toe. Dit is mijn jeugdvriend. Ik ken hem al sinds mijn 10 jaar. We hebben samen op school gezeten. En sinds de groei in Emmy Nutrition heb ik hem naar Emmy Nutrition laten komen om te werken. En ja, nu werkt hij bij ons samen. We werken samen. En ja, het is alleen maar... Alleen maar gezelligheid. Hoe heb jij mijn documentaire ervaren, maat? Ja, het is heftig geweest. Hij heeft echt goed zijn best gedaan. En ja, ik ben echt wel trots op hem, want ja, hij trainde altijd wel hard. Alleen ik wist wel dat die voeding even een puntje ging worden. Wat op de zaken en zo bestelde ook vaak eten. En ja, ze hebben meer ongezonde dingen aan het eten, zeg maar. En ik wist dat die voeding wel moeilijk ging worden, maar hij heeft het echt goed gedaan, hij heeft het goed volgehouden. We hebben net een fotoshoot gedaan met Franks en ik moet zeggen, ik was echt zwaar onder de indruk. En ik moet zeggen, naar het begin toe, hoe we zijn begonnen, had ik er soms wel even een hard hoofd in, want ja, het was natuurlijk niet makkelijk. We hebben in het begin heb ik hem leeggetrokken met voeding, zeg maar laag calorieën, weet je wel, veel trainen, cardio, om hem droog te krijgen. En vanaf daar zijn we gaan bouwen, de calorieën langzaam verhoogd om hem massa te geven. Dus dat was wel zwaar voor hem. Dus ja, elke dag belde hij me wel, een videocall, vanaf de supermarkt mag ik dit, mag ik dat. Ik heb hem zelfs een weegschaaltje cadeau gegeven, omdat ik het af en toe een beetje beu was. Dat heel vroeg aan mij van hoeveel kilocalorieën zit dit en dat. Dus ik kon dit lekker zelf doen, ik kon het zelf leren. Dus niet dat ik een beu was, maar het was gewoon om te leren hoe het moet. En dus alles is een leerproces het leven en nu kan hij dit zelf ook. Hard trainen, dat is echt wel iets wat erbij hoort om de resultaten te behalen. Juiste supplementen, juiste voeding. Ik moest wel lachen, dan kreeg ik de FaceTime die mij. En dan zei hij, oh Kenna, ik heb het zo zwaar. Ik heb echt zo'n zin in deze zak snoep. Kan ik die niet gewoon opeten? Kom op. En dan zei ik van, nee, Franks, nee, kan je echt niet maken. Je gaat het echt verpesten, dus doe dat nou niet. En dan was het nog net genoeg om hem dan over te halen om dat niet te doen. Dus ik heb al een aantal keer gelachen. Ik weet niet zeker of dat hij het zou doen. Maar ja, misschien dat dat toch net het verschil had gemaakt om hem te motiveren om het niet te doen. En ik zag het wel bij Franks. We gingen dagelijks met elkaar om, maar ik zag hem dan eventjes een weekje niet of zo. En dan zag ik ineens van, hé, je bent wel veranderd, man. En liet hij mijn foto's zien, before en after. En ik denk, oh, op foto's ga je goede verschil zien, want we zijn regelmatig met elkaar, maar als je elkaar eventjes ziet, ga je wel wat verschil zien. We hebben natuurlijk een goede team. We hebben de man achter de schermen die nou op dit moment voor de schermen aan het knallen is. Ik ben hier zo voor hem. We hebben Jan Loermans, we hebben Genna, we hebben een goede sportschool, we hebben de juiste voedingssupplementen, de juiste gameplan, de juiste voedingsschema, de juiste voeding. Want zonder de juiste voeding, ja, dan gaat het moeilijk worden. Dan ben je aan het dweilen met de kraan open. En naarmate de tijd wanneer je verschil gaat zien, dan zal je merken van ja, ik kan het. En op een gegeven moment ga je het leuk vinden. Het is niet alleen fysiek goed, maar het is ook mentaal goed. Je gaat jezelf goed voelen, je gaat beter door het leven, je gaat jezelf fitter voelen. En naarmate de tijd ga je er zelf... Ja, veel meer in geloven. En het verschil gaat jou natuurlijk uiteindelijk nog meer motiveren om het maximaal uit jezelf te halen. Maar het allerbelangrijkste is, Franks geloofde in zichzelf. Als hij niet in zichzelf gelooft, kan hij mij hebben, kan hij Jan hebben, kan hij Genna hebben, kan hij hebben wie hij wil. Maar uiteindelijk moet je het toch zelf doen. En nu was het de kans aan Franks om de mensen te laten zien wat hij voor resultaat gaat wegzetten in 3 maanden. En ik ga jullie heel eerlijk zeggen, het resultaat, die spreekt voor zich. Ik zou naar Franks, met mijn brother, een jongen met een hart van goud. Love you man, ga door. Is dat goed? Ik heb gewoon zweet op mijn rug. Natuurlijk, mediabazen hebben alles op beeld gelegd en alles geëdit. En zoals jullie al gezien hebben in heel docu, dat is niet normaal hoe hun kunnen editen. Dus als je natuurlijk op zoek bent naar een bedrijfsvideo of wat dan ook, kan ik mijn praten van mediabazen, want hun hebben meer dan talent en zijn super chille jongens. Als ze tijd hebben, staan ze altijd klaar weer.
Dus mediabazen, sowieso één dik essen van jullie. Die bank is gewoon kletsnap. Ik ben aan het zweten. Niks meer te maken hebben. Dat valt mee. Moet ik nog iets zeggen of niet? Ik heb het ook aan mij. Doe het maar over het spangen. Wat is dat eigenlijk? Jan stuurde mij gisteren een bericht. Hij zei van, hoe is je shape nu? Omdat ik Jan nou een paar dagen niet heb gezien. Dus ik stuurde gisteren een foto van het begin. Die stuurde ik naar Jan en hij zo, oh. Ik heb een beetje, toch wel een beetje een buikje. Ik heb gisteren aan Jan gestuurd. Hij zo, ik moet je echt helpen. We moeten echt anders gaan trainen, anders gaan we het niet halen. Maar goed regelen. En Mo is gewoon met de video's en ondernemen. En deze moet ik even opnemen. Yo. Voor de rest is volgens mij wel alles gewoon echt goed gegaan, man. Ja. Maar goed, ik moet even deze opnemen, man. Sorry. Jongens, voor vandaag is het wel klaar, want douche is privé.